Het ziet eruit als een normale woonkamer. Zithoekje, boekenkast en een eettafel om gezellig spelletjes aan te doen. De huiskamer van het Leger des Hels blijft vanaf dinsdag langer open. Dit om de groep Nederlanders met een smalle beurs tegemoet te komen. Ja, we merken heel duidelijk dat uh, waar we allemaal last van hebben, de, de stijgende prijzen in de supermarkt, de energieprijzen die omhoog gaan, dat, uh, ja, dat mensen het uh, moeilijk hebben om uh, rond te komen. En uh, wat je ziet is mensen gaan de, de kachel niet meer open draaien, die gaan met een warme trui aan uh, thuis zitten. Uh, eten misschien een boterhammetje in plaats van een warme maaltijd. Uh, alles om te doen om die kosten laag te houden. En uh, ja, we willen eigenlijk kijken of we daar iets, uh, iets in kunnen betekenen. Door mensen hier maar gewoon een, uh, een plek te geven waar ze kunnen zitten, waar ze kunnen kletsen en waar de kachel wel aan staat. In Flevoland zijn dergelijke huiskamers in Almere, Lelystad, Emmeloord en Urk. De ruimte wordt nu gebruikt als ontmoetingsplek voor onder andere ouderen. Maar het leger dus hels verwacht van volgende week meer bezoekers. Ik denk heel duidelijk dat het ook meer gaat zich richten op bijvoorbeeld studenten die thuis zitten, die niet meer rond kunnen komen met het inkomen wat ze per maand krijgen. Ja, misschien ook wel jonge gezinnen. We gaan het zien, maar in principe staan de deuren voor iedereen open. Op de plek kan gespeeld en gewerkt worden. Ook ZZP'ers die een kop koffie en een warme werkplek zoeken, mogen aanschuiven. Het is nu lekker weer buiten, het zonnetje schijnt, maar uh, ja, uh, er belooft een strenge winter aan te komen. En uh, als we nu al merken dat we uh, thuis zitten uh, en de kachel niet open draaien, hoe is het straks als, uh, als het echt koud is buiten? En dan, uh, ja, dan willen we hier gewoon uh, die warme plek aangebieden voor uh, heel veel uh, mensen hier in de muziekwijk. En de mensen die hier komen, wat kunnen die hier allemaal doen? Ja, Eigenlijk kunnen ze alles doen. Je kan je laptop erbij pakken en lekker gaan zitten werken. Je kan uh, bellen met, met iemand. Je kan kletsen met iemand. Je kan spelletjes doen. Uh, ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Alles mag. Op de website van het Leger des Hels staan de openingstijden van alle buurthuiskamers in Flevoland.